Op de grote deilakker 44 in Bolsward brak donderdagavond rond 11 uur brand uit. Deze ontstond in de sauna op de eerste verdieping van het historische pand met woning- en bedrijfsruimte van een tekenbureau. De bewoners waarschuwden zelf de brandweer via 112. Het is het hart van het Bolsward centrum met allemaal dichte bebouwing en daarom werd al snel opgeschaald naar middelbrand. Via een hoogwerker werd de brand ook via het dak bestreden. De hele sauna werd gesloopt en in de tuin achter de woning gedumpt. Vanwege een gladde kade raakte er tijdens de blussing ook nog kort een brandweerman te water. Nadat de brand geblust was, spraken we met officier van dienst Jacques Pommer. Wij troffen hier aan op de eerste verdieping een behoorlijke rookontwikkeling. Snel verkenning en informatie te plaatsen. Zou het gaan om een sauna wat in de brand stond? Het werd direct gericht op de eerste verdieping. En wij hebben daar in ieder geval twee stralen hoogdruk kunnen inzetten. De sauna is eruit gehaald, we hebben vrijgemaakt. De hoogwerker heeft in ieder geval de bovenzijde dak vrijgemaakt. En het geheel ligt nu in de tuin. Toch is het opgeschaald tot een middelbrand. Ja, er is klassificatie middelbrand gegeven. Met name aan de achterzijde was het toch even spannend of hij eruit zou komen. En vandaar dus dat wij assistentieparga hebben gevraagd. En zeker ook in een stedelijk gebied zoals hier in Bolsward. Het staat allemaal dicht op elkaar.